merkte het in mijn werk dat ik bijvoorbeeld heel moeilijke dingen kon opschrijven. Als ik gestoord werd in een bepaalde activiteit, kon ik heel moeilijk het weer opnieuw oppakken. Ik kreeg aan mijn linkerkant van mijn lichaam, van mijn linkerarm, kreeg ik stijfheidsverschijnselen en trage bewegingen. Daarnaast had ik in die periode heb ik veel hard gelopen. In 2006 heb ik meegedaan aan de marathon. En dat was eigenlijk ook een moment dat ik merkte dat ik niet goed meer herstelde. Dat andere mensen van dezelfde marathongroep die herstelden naar de grote looptocht heel snel. Maar ik bleef eigenlijk sukkelen en bleef gewoon mijn vermoeidheid houden. Daar kon ik niet meer overheen eigenlijk, kan je zeggen. Later bij de neuroloog heb ik een aantal scans laten maken. MRI-scans en een PET-scan van mijn hersenen. En het was eigenlijk vooral bedoeld om vast te stellen of er niet een tumor in het hoofd zat. Want dat zou natuurlijk ook kunnen dat je daardoor bepaalde functies niet goed meer kon uitvoeren. Op dat moment ga je eigenlijk hopen dat het geen tumor is en dat het Parkinson is. Want ja, het een is dodelijk en het ander is de kans op leven. Een belangrijk symptoom bij hem is vermoeidheid. Eigenlijk al vanaf het begin van zijn ziekte geweest. Wat wel een stukje op de medicijnen reageert, maar toch ja, heel erg veel invloed op zijn doen en laten heeft. Een tweede punt wat je bij hem merkt is, hij moet ook in de planning van zaken ja, heel duidelijk gescheiden plannen maken. Niet te veel tegelijk laten gebeuren. Niet onder druk moeten werken. Onderscheid gemaakt in zeg maar, motorische klachten, inderdaad de stijfheid en de traagheid van de beweging. Nou, het handschrift ook bijvoorbeeld achteruit gaat. Maar daarnaast is er wel degelijk ook een mentale, een niet-motorische kant van de ziekte. Soms kom ik wat moeilijker uit mijn woorden, dat ik wat langer moet nadenken over een bepaald woord. Namen onthouden, nou, dat was in het onderwijs natuurlijk heel lastig als je een klas hebt. Het was bijna gênant dat je een leerling 5 jaar in je klas zat en echt heel goed moest nadenken. Was het nou Marieke of was het nou Jo-Janneke? En dan blijkt het Simone te zijn. Wat je vaak ziet is dat er eigenlijk in een beperkt aantal jaren meer medicijnen nodig zijn. Om ja, de symptomen voldoende onder controle te houden. Maar dat er relativ vroeg, vaak binnen een jaar of 5, bijwerkingen ontstaan in de vorm van overbewegelijkheid. Dus onwillekeurige bewegingen door de medicijnen. Nou, bij hem is de dosering van de medicatie eigenlijk in het begin van de ziekte redelijk snel omhoog gegaan. Maar nu al langere tijd relatief stabiel. En die overbewegelijkheid heeft hij nu ook nog niet als bijwerking. Maar als ik 's ochtends om 7:30 die medicijnen niet heb gehad, dan ben ik stijf. Dan kan ik niet of nauwelijks draaien in mijn bed. Of dan kan ik nauwelijks mijn bed uitkomen. Of dan kan ik nauwelijks mijn arm heffen om het kopje thee naar binnen te werken. Heftig. Ja, dus door medicijnen, door rust. En door heel veel dingen niet te doen, kan ik nog wel aardig wat doen. Ik ben niet iemand die trillend of die bevend voor je neus zal staan. Maar ik ben wel iemand die op een gegeven moment gewoon even niet meer weet wat hij moet zeggen of op welke wijze je kan reageren. Juist het onzichtbare gedeelte is best wel groot erbij. Wat krijg jij van je kinderen en je partner te horen? Merken die ook verschillen op of veranderingen bij jou? Ja, natuurlijk merken ze verschillen. Voor mijn partner is het natuurlijk, die had een fitte, gezonde man en die alles kon. En nu is het iemand waarvoor ze toch wel moet zorgen en waar ze gewoon af en toe ook zorg om heeft en op moet letten. Als hij weer eens dingen doet die iets te ambitieus zijn of... dat hij dingen doet die gewoon te veel van mij vergen. En de kinderen, ja, die zijn nu 15 en 13. Die merken het natuurlijk ook wel als ze vergelijken bij hun vriendjes en vriendinnen. Dat ze een ander soort vader hebben die thuis is, die minder fit is, die vaker op bed ligt thuis. Die misschien soms wat anders reageert dan hij vroeger had gedaan. Maar mijn filosofie blijft toch eigenlijk van wat je ook in je leven meemaakt. Je blijft altijd
nog mogelijkheden houden om toch nog doelen na te streven, om wensen die je hebt om daar naartoe te gaan, om dat voor elkaar te krijgen. Daar hou ik me aan vast. Heel simpel gezegd, ik heb het altijd leuk gevonden om iets in de journalistiek te gaan doen. Nou, en daar heb ik door de ziekte eigenlijk wel wat kansen in gekregen. Ik ben gaan schrijven voor het Blad van de Parkinsonvereniging. Ik heb een eigen Parkinson-blog gestart op het internet, waarbij ik over mijn eigen ziekte ben gaan schrijven. Een lokale krant hier in Groningen, daar kon ik een column voor gaan schrijven. En dan mocht ik af en toe wat kleine artikeltjes en wat interviewtjes voor gaan doen. Dus op die wijze kon ik me daar weer op richten. Parkinson-patiënten moeten meer aandacht aan hun motoriek besteden dan mensen die geen Parkinson hebben. Veel dingen die automatisch gaan, gaan bij Parkinson-patiënten minder automatisch. Ik zag daar ook een hele jonge meneer die ook een vraag stelde. Dat lijkt mij heel vrij jong. Ja, dat is inderdaad een jonge Parkinson-patiënt. En kijk, het traditionele beeld wat bij mensen leeft is toch al wat oudere Parkinson-patiënt. Maar er is zeker ook een grotere groep jongeren, vanaf 30, soms vanaf 30 jaar al, die geconfronteerd worden met de ziekte. En die hebben dan in het land ook een eigen club, de Joppers. En daar kunnen ze zich bij aansluiten tot 55 jaar. En die hebben allerlei eigen activiteiten, tennistoernooi. Ze zijn laatst aan het golven geweest. Die doen echt hele leuke activiteiten. Gericht op de jongere Parkinson-patiënt. Ja, dan spelen er ook hele andere problemen als dat je op iets oudere leeftijd geconfronteerd wordt met de ziekte. Ik denk dat het belang van zo'n Parkinson-café kan zijn dat het een ontmoetingsplaats is van mensen met Parkinson. En ik denk dat je zelf moet bepalen van wat kan ik halen uit zo'n middag. Maar ook wat kan ik brengen. Want tot mijn verwondering, en daar was ik erg blij mee, nam mijn vrouw de microfoon en durfde zelf ook wat naar voren te brengen. En dan denk ik, dat moet je eruit halen uit zo'n middag. Dus elke middag die hier gegeven wordt, kan verschillend zijn qua onderwerp. Een vragenuurtje of een thema. Dus ik probeer in zo'n middag eruit te halen van dat onderwerp, wat kan voor ons van belang zijn en wat kunnen we met anderen delen. Doe jij actief mee aan activiteiten, bijeenkomsten, het lotgenotencontact met jonge Parkinson-patiënten? Dat doe ik niet actief aan mee, nee. Ik heb in het begin ook wel een lotgenotenbijeenkomst bijgewoond. En ik merkte dat ik daar niet heel veel zelf aan had. Het was meer geven dan nemen. En niet dat je erheen gaat om veel te nemen. Maar ik merkte samen met mijn vrouw dat wij samen al heel veel hadden verwerkt. En een modus gevonden hadden om ermee om te gaan. En het had voor ons niet zoveel meerwaarde om daar tijd in te steken. Om daar iets aan te hebben. Dat werkte niet zo goed. Dus ja, eigenlijk niet. Als ik nou een beetje kijk naar mijn rol bij hem als patiënt, en dat is misschien ook wel typisch voor jonge Parkinson-patiënten. Niet iedereen doet het zo, maar wel veel meer jonge Parkinson-patiënten. Is dat ik als neuroloog eigenlijk maar een beperkte rol eigenlijk in zijn behandeling speel. Ik schrijf natuurlijk de medicijnen voor. Maar hij heeft zelf wel een visie op hoe die wil functioneren met die Parkinson en hoe die zijn leven daarin wil inrichten. Nou, waar het de medicatie betreft ben ik natuurlijk ook leidend. Maar hij is heel zelfstandig in zijn weg vinden met wat hij met de Parkinson kan en hoe hij daar zijn leven zo goed mogelijk mee invult. Ja. Ik heb natuurlijk binnen de Parkinsonvereniging veel mensen ontmoet met de ziekte. En er zijn allerlei soorten van uitingen in de ziekte. De een trilt heel erg, de een kan moeilijk uit zijn woorden komen. En je zult het niet allemaal krijgen. Je zult er iets van krijgen waarbij je het nog veel meer gaat zien dan mij dat ik die ziekte heb. Dat vind ik aan de ene kant een hele nare gedachte. Dat je lichaam je in de steek laat. En dat je geest je in de steek laat. Maar ik ben er minder bang voor dan ik daarvoor geweest ben. Omdat ik ook heb ervaren de afgelopen jaren. Dat ik zeker nu nog heel wat kan. En dat ik nog wel een manier gevonden heb om daar goed mee om te kunnen gaan. En hopelijk kan ik op deze wijze nog flink wat jaren mee. Op dit moment is het, het gaat helaas altijd achteruit, maar het is maar een hele geleidelijke achteruitgang. En wat je mag verwachten, want dat hoort haast eigenlijk bijna zeker bij jonge Parkinson-patiënten, is dat op een gegeven moment de motoriek minder stabiel wordt. Dus dat die wisselingen over de dag sterker worden.
En dat je daar met medicatieaanpassingen op moet reageren. En wat het geestelijk deel betreft, ja, kan het ook zijn, dat hoeft niet altijd, dat ja, de moeite om zaken te structureren, de beïnvloeding van te veel prikkels of te veel tegelijk of te veel druk ergens op, dat die invloed sterker wordt en die daar dus ja, steeds meer last van krijgt of dus steeds meer moeite moet doen om het zo te structureren dat hij er geen last van krijgt. En wat me hoop blijft geven voor de toekomst is dat ik, dat, ja, ik samen met mijn vrouw en mijn kinderen een manier van leven gevonden heb waarbij ik veel meer in het nu leef en veel minder denk van dat komt later nog wel eens een keertje of dat doen we dan nog wel een keertje. En dat je daardoor ook ontdekt van bepaalde dingen zijn best wel mogelijk. Een voorbeeld erbij is dat we vorig jaar toch besloten hebben om met het gezin een reis naar New York te gaan maken. Waarbij ik heel erg tegenop zag van, kan ik dat wel aan? Is het niet te ver vliegen? Zo'n drukke stad. Oké, het was zwaar, het was moeilijk. Maar het leidde er wel toe dat ik met mijn joggingschoenen in het vliegtuig naar Central Park ben gevlogen. En daar mijn rondjes al joggend door Central Park heb gelopen. Weliswaar niet hard, maar toch dat gedaan hebben. Daarbij moet ik alle credits ook aan mijn vrouw geven die dat soort dingen fantastisch organiseert en helemaal tot in de puntjes regelt en met alle kanten rekening houdt met mijn ziekte. Maar we komen er wel samen en dat zijn mooie momenten. En daar klamp je ook weer aan vast voor andere wat sombere momenten. Dat je denkt van, toen kon het, waarom straks niet? Dus het komt wel goed.